laat komt en Obilia vandaag wel de keuken. Ik word met name gelukkig als ik in de keuken zie doen en mijn schoondochter met kleinkinderen komen ineens binnenvallen en die vliegen me om de nek en die roepen opa! Dat is het mooiste wat er is, het heeft met werken niks te maken. Ik ben Wil Boch, 69 jaar. Ik geloof een jaar of 45 getrouwd met Mia. Ik heb 3 kinderen, inmiddels 5 kleinkinderen. Ik ben al met pensioen, maar ze hebben me weer een stal gehaald om lekker te werken in de keukenzaak. Mooi hier even voor. Ja? Fantastisch. Ik vind het hartstikke chic om voor mijn zonen te werken. De hobby, laat ik het zo maar zeggen, want ik zie hem eigenlijk meer als hobby. Los en weg. Ook die mensen die hier werken, die dus niet van familie zijn, die hebben eigenlijk dezelfde mentaliteit, krijgen ze aangemeten over ja, je werk in een familiebedrijf. En je moet zorgen dat het product, het eindproduct, fantastisch is. En daar willen we alles aan doen, maar niet alleen wij als familie, jullie ook als verkopers. En gelukkig is dat zo dat ze daar ons heel goed voor liggen. Alle klanten die keuken hebben gekocht, hebben bij ons die bezoeken. Neem een presentje mee en ga praten over wat vond je nou van ons bedrijf. Ik heb één goede mooi. Wat vind je van de verkoper die je hebt gehad? Wat vind je van het product en van de monteur? Ik heb een paar vragen. Wat het mooiste vind ik als ik met de mensen een klik heb. Dan duurt het meestal heel lang het gesprek. En dan hebben we het niet zo heel veel over de keuken meer. Maar dan gaan we over vakantie, over de kinderen, over de kleinkinderen. En dat vind ik leuk. Dat is precies wat er is. Ik denk dat het onderscheidend vermogen ligt. Het feit dan toch weer dat we het familiebedrijf zijn. En dat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat. En dat we het totale proces willen afronden. Ja, tot en met eigenlijk de laatste schroef die nog vastgedraaid moet worden om de la goed te hangen. En dat vinden ze, kunnen ze wel heel erg waarderen. Kijk hier op. Kom eens even op. Mijn kleinkinderen, dat zijn degene die mijn hoofd het meest leeg maken, maar ook weer heel veel energie vergen. Maar dat geeft natuurlijk ook ontzettend veel plezier en voldoening. Elke dag loop ik achter de tuinen. Als ik druk heb gehad en dan kijk ik om me rond en kijk naar Viel en denk van jongens, wat worden we hier mooi. Laten we dat maar gelukkig houden.